poes naar je? Nee, ik had geletterd op mijn poes. Lang bij Proef Whisky, bij Paul. Ik ben Jeroen. Maar dit keer geen whisky. Nee. Iets met vijgen. Nee. Ja. Dit is wel van onze goede vriend de Foodmaster. Maar het is de Balcones Rumble Cask Reserve. Balcones kennen we. Ik heb daar twee flessen staan. Dat is net wat ik je net zei. Ik zou best een keer een avondje met die gasten van Balcones willen zitten. Die sporen niet. Dat kan niet. Dat... Maar dat moet wel hier gebeuren. Als we daar naartoe gaan, dan gaat het mis. En dan kan je de ziekenhuisrekening niet betalen, denk ik. Hier ben ik de vissen verzekerd. Ja, dat is ook een stuk goedkoper. Ja. Maar ik heb daar de Baby Blue en de Rum Cask Finish. Oh, is die andere Balcones van de kast? Ja, dat was een hele zware jongen. Ja. Maar die heb je niet staan. Nee. Eigen beveiliging, eigen veiligheid. Maar het is geen whisky. Maar wat is het dan wel? Een sterke drank, in ieder geval. 66,1%. Wow. Het kan ook beter printen. Ja. Gestookt uit honing, suiker en vijgen. Vijgen. Ja, en de Foodmaster zegt zelf, ik zou het haast een moonshine met vatreping noemen. Een luxe moonshine. Een luxe moonshine, ja. Oei, oei. Ja. Terecht een beetje, man. Ja. Ja, het is ook weer iets waar, vaak iets waar je weinig informatie over vindt. Maar ze hebben het over dat het een lost and found projectje was. Dus wat ik had begrepen, dat ze gewoon vaten hebben gevuld. Ja. Ergens aan Nederland een beetje vergeten waren. Uiteindelijk weer naar voren gehaald en hebben ze aan liggen proeven. En dat was goed in de smaak gevallen. Uiteindelijk hebben ze het gewoon voortgezet. En hier zijn verschillende batches van. Oké. Okay. En volgens mij zijn het allemaal dezelfde ingrediënten, om even te zeggen. Dus het is laat gebaseerd op honingsuiker. Er is ook een bepaald soort suiker. Ik ben heel even kwijt wat de naam is. Ik zoek het even op en zet het even onderin. Maar dan vijgen. Maar er zijn verschillende alcoholpercentages. Dus dan uiteindelijk gebotteld op andere. Maar ik mag hopen dat dit de hoogste is dan. Het is de hoogste wat ik gezien heb. Nee, oké. Okay. Ja, we hebben er ook nog eentje van 92%. Nee, maar. Daar kan je echt wel de auto mee poetsen. Weet al een goed gevuld flesje, dankjewel. Ik denk even een klein beetje en ik kan het even bij schenken dan. Hè. Het is een mooi kleurtje. Ik verwacht niet dat het bijgekleurd is. Sorry. Nee, dat valt wel mee, man. Ja, de honing is hij meteen aanwezig. Het zou heel raar zijn als het niet zo zou zijn. Je ruikt wel meteen dat het geen whisky is. Maar het heeft wel een beetje een... Ik vind hem wel iets bourbon... richting bourbon... Ja, ik weet niet wat... Daar moet je eens even goed naar kijken. Ik weet niet wat voor vaten dat ze gebruikt hebben. Kijk, als ze nou een eigen vaten gebruikt hebben... Ja, okay. Waar al whisky in gezeten heeft, of bourbon... Zou het kunnen zijn dat daar wel van smaak van... Maar honing is wat het eerst wat meteen opvalt, maar ook... Blauwe bessen. Ja. Maar dan blauwe bessen jam of zo. Ja, echt van die zoete verwerkte blauwe bessen. Maar zo kruidig. Wow. Ik vind het vijgen gehalte trouwens wel. Dat vind ik wel meevallen. Ja. Weet je waar dit ook een beetje aan laat denken qua geur? Een beetje aan cognac brandy-achtig iets. Een beetje brandewijn-achtig neusje. Maar buiten dat. Een beetje citrus. Ja. En. Beetje. Ik denk dat ik even een slokje moet nemen. Ken je die cake met rum? Rumcake noem ze dat. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt, ja. Dat is wel vreemd. Het heeft een beetje. Ja, een beetje een brandy cognac vibe, maar ook wel een beetje rum ook. Een beetje bourbon. Zou ze ook een rumvaten gebruikt hebben voor... Ik ga eens heel even kijken als ik uit kan halen wat voor vaten ze precies gebruikt hebben. Want
Het is wel grappig dat inderdaad wat je zegt, rum. Cheers. Dank je. Jij mag als eerste. Cheers. Kleine slok. Mm-hmm. And it burns, burns, burns. Like a ring of fire. Ik heb morgen geen keelpijn meer. Nee. Nee. Gember. Mm-hmm. En dat is wat ik niet kon plaatsen op de neus. Op de neus zit ook een beetje gember. Maar het komt echt op de pallet ook stijgen naar voren. Maar weer zoet. Mm. Maar het is een combinatie van een beetje een appelstroopachtige zoetheid, maar ook pruimenjam. Ja. Weet je wanneer de... Weet je wanneer dit lekker is? Bij de printer. Nee, bij de kerstmis. Een beetje... Ik vind het echt open haardvuur. Kerstboe. Cadeautjes. Dit. Maar dan niet te veel. Ja, en... Ja, maar... Dat kerstvibe, dat laat me inderdaad een beetje aan het Christmas pudding denken. Dus... Zo'n hele dense cake met helemaal volgestald met verschillende gedroogd fruit. Dan heb je heel veel kersen, vijgen. Hmm. Vaak doen ze ook wat appel in, een beetje pruimen en echt van alles nog wat. Maar dan een hele lauw alcohol erin. En meestal is dat brandy of rum. Ja. Nou, die is 62. Ja, volgens mij die laatste balkoenis zat op 69,2. Mm. Meen ik. Ja, oh. Dat was handen alcohol niet, was niet verkocht kregen, dus ik kon in een vat gestopt. Maar er zit ook een beetje citrus op de mond smaak. Ja, ja. Maar niet fruitcitrus, maar snoepjes citrus. Laat mij heel, heel klein beetje denken aan citroen Napoleons. Ja. Heel klein beetje. Maar niet dat. Niet dat zure poeder, maar gewoon het snoepje zelf. Ja, licht. Afdronk is. Droog. Droog en minder lang dan wat ik verwacht had. Voor de intensiteit van de pallet, maar het is niet kort. Nee. Maar het is korter dan wat ik verwacht had. Maar dus, ja. En, ja. Ik zou zeggen, kaneel op de afdronk. Ook spicy kaneel, is een kruidige. En hij heeft ook wel een bourbon afdronk. Ik proef wel wat bourbon elementen. Ja, dan heb je het voornamelijk een beetje over het vanille, appel en het, ook het verbruik uit houtskolen, barrel char. Ik ga heel erg gaan naar een droog jam. Jij mag dat. Maar er zit ook een, op de pallet, maar vooral op de afdronk, er zit een beetje een gebak, granig iets, maar een zoete gebak. Hoe heet die gebakken? Bladerdeeg rondjes met poedersuikerglazuur eroverheen. Hoe heet dat? Koffiekoek? Nee. Bladerdeeg rondjes? Ja, is een rond gebak. Het is eigenlijk bladerdeeg die een beetje opgedraaid is. En er zit... Maar bladerdeeg? Het is een bladerdeegachtig gebak. Zo'n rondje, een beetje opgedraaid en er zit... En voor de rest niks? Nee, je zit witte glazuur. Ja, witte glazuur. Vaak zit dat is geen bladerdeeg. Dat is meer een hanekam-achtig koffie... Koffiekoek. Koffiekoek, ja, dat is geen bladerdeeg. Nee. Ja, maar dat is wel een luchtige... Ja, het is een beetje een soort cake met een glazuurlaagje en dan die witte shit eroverheen. Maar koffiekoek. Dat zoete granige... Ook met een beetje rozijnen, want de koffie heeft ook vaak rozijnen erin. Ja, gewoon hanekam. Heet dat een hanekam? Nee. Oh. Een hanekam is een recht... Koffiekoek is een opgedraaid ding. Ja. Met wit. Een hanekam is gewoon zo'n langwerpig, hetzelfde gebakje met
Maar dan allemaal voor. Even terug naar de... terug naar de whisky? Nee. De Rumble Cask Reserve. Wat vind je ervan? Lekker. Maar, nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb nog niks slechts van Balkonis gehad. Nog niet. Zijn er wel, nee, nog niet. Nog niet. Als... Dat vind ik het minste op, de Baby Blue. De Baby Blue is... Tot nu het minste, maar... De, ja, minste, maar niet... Maar nog steeds lekker. Ja, ja, ik hoop dat ze een winning streak kunnen volhouden, aanhouden nadat ze overgenomen zijn. Oh, met Diageo. Ja, ja, toch ook wel. I hold my heart fast. Fast. Ja. Boah. Is dat hier te krijgen? Want dan ga ik nu een fles bestellen. Het is hier... Maar niet betaald. Het was wel hier te verkrijgen, maar overal waar ik kijk, want ik heb natuurlijk gezocht als ik kon kijken, kon vinden wat het zou moeten kosten. Overal out of stock, uitverkocht, niemand voorraad. Jammer. Maar de prijzen van hier van 35 euro tot 60 euro. Nee, maar goed, maar dat zou ik er ook echt wel aan uitgeven. Nu dat ik weet wat het is trouwens. Ja. Dat moet ik wel eerlijk zijn. Ja. Dit is... Ja, ik ben ook eentje, ik lees vaak de omschrijvingen niet van, van een whisky. En dit is iets wat bovenop bij de whisky op een website ergens terecht zou komen. Wegens de naam Balkonis. Mensen denken meteen of een rum of aan de whisky, vooral aan de whiskies. Dus dit zou bovenop bij de whiskies terecht kunnen komen. En ik denk, oh, Balkonis, Rumble Cask, klinkt leuk. 66%. Bestaan maar. En denk dat ik een whisky in huis heb. En achteraf blijkt het heel wat anders te zijn. Maar ik zou het niet treuren worden. Nee, nee, absoluut niet. Echt lekker. Ja, wederom, dankjewel voor het delen. Mm-hmm. Hij is geslaagd. Deze is zeker geslaagd. Hij is door de keuring. Ja, nee. Ja, bedankt voor het delen. En we hebben nog 3 te gaan. Tot de volgende. Cheers. Cheers. Yes? Ja. Nou, het vooral mijn rechterneusgat prikkelt het. Ah, je rechter? Ja, kan ik hem meeleggen. Doe je een stukje kaas in je rechter duwen? Dat is een druppel. Lekker. Oh, dat was het verkeerde. Boe. Kadoetjes. Dead. Maar dan niet te veel. Je moet al opletten, als je een slok hebt genomen, moet je niet op de open haard gaan blazen. Om de aan te wakkeren. Dan heb je hele huis. Als je nog meer drinkt, vlekken je de kaarsboom op de open haard. Dat doe ik niet goed.